Hallo allemaal, welkom bij GBR React met mij Pauline en met Jef. Hey. Hey! Wat gaan we vandaag kijken, Jef? Ja, wij gaan vandaag Cristina Ramos kijken. Van, die komt uit Spanje en die doet mee aan de British Got Talent, The Champions. En is dat nieuw? Dat is een soort nieuw concept, hebben ze bedacht. British Got Talent heb je natuurlijk ook de gewoon normale versie. Dat is natuurlijk alleen met Engelse en soms ook wel buitenlanders natuurlijk. En nu heb je dus Champions en dat is dus eigenlijk over de hele wereld. Of nou ja, of Europa, zeg maar, moet je zo een beetje zien. Die doen dan allemaal daar mee en die kunnen dan volgens mij, als ik het goed heb begrepen, een prijs winnen, zeg maar, geld. Maar dat zijn allemaal al goede mensen. Nou ja, deze Cristina Ramos, die heeft dus al de Spaanse versie van Got Talent gewonnen, zeg maar. Dus die heeft al gewonnen eigenlijk, dus die doet eigenlijk nu mee, denk ik, voor de eer of zo. Ik weet niet precies wat de bedoeling ervan is. Dus. Ja, en in de beschrijving staat dus Rox Wembley met The Show Must Go On, dus dat is wel een mooi nummer, zeg maar. En jij kent het weer niet natuurlijk. Nee, maar als je hem hoort, dan ken je hem wel. Niet. Ik denk dat we maar gewoon even moeten gaan kijken. Ja. En dan zien we vanzelf wel of Pauline hem denkt van, hey, die ken ik nog steeds niet. Nee, ik denk het niet, maar laten we maar gaan kijken. We gaan dat verrast me alleen maar meer. Precies. Ja. Pittig zaaltje. Pittig pakkie. Lekker pakkie, hè? Ja. We zijn niet de enigste. Wauw. Ja, dat denk ik. Dat was wel zo raar. Hoe vond je het ene hand zo? Ja, zo te u zeg. Hallo. Zingen kan ze wel. Ja. Wauw, even serieus. Zo hoog, jongens. Ik weet niet waar ze het vandaan houdt, maar wauw. Nou, echt. Dit was supergoed. Ja. The show must go on, hè, zullen we zeggen. Ja, inderdaad. Ik ben echt wel raar dat we eigenlijk nog nooit, dat ze zelf nog een plaat gemaakt heeft of zo, die een beetje viral gaat, zeg maar. Dus het is eigenlijk meestal wel audities die van haar alleen. Dus ja, dat zou ik zou het wel leuk vinden als ik hier wel een echt een goede plaat maakt, zeg maar, met die stem. Ja, zeker vooral, weten, dat wordt een knalplaat. En vooral die hoge noot, joh, ik vind het echt knap. Ik vind, en ook gewoon lopend en
Ja, en die kleren, ja, top. Ja, ik vond ze wel een beetje heftig, hoor. Even ja, maar ik vond het wel leuk. Dat een beetje SM-achtig, vond ik het een beetje. Jij niet? Ja, het was apart, maar ja, ze hebben altijd aparte kleren aan met dat soort dingen. Dus ja, ik vond het wel leuk. Ja. Het was wel leuk, inderdaad. Ja. Nou, we zijn wel heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden, natuurlijk. Vonden jullie het ook net zo goed als wij? Dus laat het eventjes weten in de comments. En vergeet natuurlijk niet even te liken en te subscriben. En natuurlijk het belletje aan te zetten, want dan weet je wanneer wij een video online hebben gezet. Juist! En we hopen jullie de volgende keer weer te zien. Dus doei!